Ja, bizar. Bizar, geweldig. Maar zo, ja, ja! Zo spannend en ja, geweldig. Wie had dit kunnen bedenken? En dan 24 wedstrijden ongeslagen. Kampioen in de derde divisie. Ja, volgens mij hebben we echt geschiedenis geschreven. Ja, in één woord, echt geweldig. Als ik op mijn hoogtepunt zou moeten stappen, zou ik het vandaag moeten doen. Wat, mooier dan dit wordt het niet. Nee, maar ik zie jou ook gewoon vechten tegen je tranen, hè? Nou, ik heb al wat traantjes gelaten, hoor. Ja, gewoon waar we mee bezig zijn is geweldig. Weet je, je hebt het zo goed gedaan en altijd weer voetballen vanuit eigen plan. En dat we een goede ploeg hadden, wisten we, maar dat we dit konden met elkaar zo lang al. Ja, is wel geweldig. Dat is echt enorm trots op het team en staf, hoe we dat met elkaar hebben gedaan. Echt geweldig. Jij bent iemand die altijd naar je eigen ploeg kijkt, zegt van we moeten kijken van week naar week. Hoe was het vandaag? Heb jij veel contact gehad met ja, GVVV tegen Rijnvogels? Want ja, ik was continu op de hoogte, maar hoe was het met jullie? Ja, ik kreeg het wel mee, maar omdat het wel rondging langs de lijn. Maar wij waren daar nog niet mee bezig. Bij 3-1 denk ik. Na de 3-1 had ik zoiets van even weten hoe het daar is. Ja, de 4-1 toen was het hier klaar. En dan hopen dat het zo blijft. En ik wil nooit te vroeg juichen. Het was 2-1, maar het ging nog wel even door daar. Dus we wilden er echt live getuigen van zijn. Dat we hem ook echt hadden. Kampioen! Ja, ja. Dit. Dit hoort erbij, Ruud. Ja, mag ik straks een polo voor jou aan dan? Want ik heb geen kleren bij me. Dus je hebt geen reservekleding bij je? Nee, je moet nooit over jezelf afroepen. Hè? Dus ik denk gewoon normaal doen, de normale dingen doen. En ja, dat was dit. Hier gaat het de schouder. Die ga je missen. Dat ga ik missen, ja. Ongelooflijk. Jij gaat naar HHC Hardenberg, maar dat je zo afscheid kunt nemen? Ja, niet normaal. Ik had ervoor getekend. Dit was de mooiste afsluiting mogelijk. En dat het nu lukt, dat is bizar. Echt bizar. Ja, het was spannend, denk ik, hè. Met name als het afgelopen is en je nog niet weet hoe het bij SC Rijnvogels is tegen GVVV. Ja, ik moet zeggen, dat duurde wel heel lang. Ik had in de rust iets vernomen dat het 1-1 was of 1-0. Dus ja, daar ben je dan wel een klein beetje mee bezig. Maar ja, we moeten het eerst hier zelf regelen. Ja, en als die 3-1 en die 4-1 vallen, dan heb je hier de rust. Dus die laatste 2 minuten waren heel erg lang, ja. Dat was lang. Wat betekent deze titel voor jullie? Ja, ongelooflijk veel. Het is een kroon op het werk waar we het hele seizoen al mee bezig zijn. We hebben een ontzettend leuke, potentieel supergoeie groep. En ja, we hebben zoveel kwaliteit binnen deze groep. Ja, en dat er allemaal nu uitkomt, ja, dat is echt een kerst op de taart. Ongelooflijk. Jij hebt geen spijt, hè? Nee, als ik spijt zou hebben, dan ja, daar koop ik niks voor. Dus ik ga er wel met volle goede moed heen. Maar dat ik dat toneel met deze jongens mag delen volgend jaar, dat is geweldig. Ja, je komt ze gewoon tegen. Ja, dat is een ideaal scenario. Geweldig. Dan moet je alvast heel veel sterkte wensen volgend jaar tegen ACV. Ja, dat denk ik dat we dat nodig hebben. En geniet vanavond van het feest, want het wordt een groot feest. Kom goed, we gaan een groot feestje bouwen. Kom goed. Gefeliciteerd, Stijn Strijker. Ik loop nog even naar Justin Mulder. Justin Mulder. Kom er even bij, samen met Bernard Scholten. Samen, tuurlijk. Want Bernard, ik begin even met jou. Wat betekent deze titel voor jou? Enorm veel. 55 jaar lid van ACV. Alle kampioenschappen mee mogen maken. Landskampioen. Maar dit is toch de kers op de taart. Tweede divisie. Wie had dat gedacht aan het begin van het seizoen? 1 divisie onder FC Groningen volgend seizoen. Ja, daar kijk ik niet naar. Ik vind voor een compliment aan de hele groep. Het is een team. Boekjes staan voor elkaar. Geweldig in één woord. Ik ben er blij mee. En een beetje emotioneel. Ja, nou, en dat mag. En Justin Mulder, ik weet dat jij ontzettend bezig was dit jaar met deze titel. Hoe omschrijf jij deze titel? Ja, moeilijk. Ik heb 5 jaar geleden ben ik hier met Gijs gekomen en zeiden we... Gijs Jasper, 5 jaar. We gaan het doen. Elk jaar moet er een beetje bij komen. Ook dankzij deze heren. En als je ziet wat we dit jaar hebben gepresteerd met deze jongens, ja... Ik word er ook bijna emotioneel van, maar een en al trotsheid. Meer kan ik daar niet over kwijt. 24 wedstrijden op rij ongeslagen. Wat is het geheim dan? Het gaat allemaal vanzelf, dat is het. We hebben geen geheim. Als je ook ziet de trainingen, de wedstrijden. We doen het eigenlijk, lijkt het alsof het allemaal gewoon vanzelf gaat. We doen het met plezier, met spirit, met vreugde, met liefde. Het gaat gewoon vanzelf. Dus ja, geheim hebben wij echt niet. We zijn gewoon zo hecht met z'n allen dat denk ik gewoon onze kracht is. Ja, en dan moet je volgend jaar naar de tweede divisie. Dat zijn latere zorgen, hoor, dat weet ik. Maar
kan je er iets van zeggen? Wat verwacht jij? Of is het gewoon echt afwachten? Ja, dat is afwachten. Ik bedoel, laten we eerst gewoon van het feestje genieten en dat komt later wel. We hebben een soort van vakantie, dus daar kunnen we ook lekker van genieten. En dan zien we volgend jaar in de voorbereiding wel van hoe of wat. Giovanni Zwickstra, hoe was de champagne? Ja, hij was al op voordat ik hem kreeg, maar hij zal vast lekker smaken. Hoe is dit? Dit is onbeschrijfelijk. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het is echt... aan het begin had niemand dit verwacht. En nu sta je hier. Kijk dit, het support. Iedereen die hierheen is gekomen. Het is, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zat nog even te denken. Aan het begin van dit seizoen. En ik zag deze wedstrijd. Het was bijna... misschien wel beeldvormend voor het seizoen. Jij moeilijk scorend, maar uiteindelijk gaat het helemaal goed, hè? Ook vandaag. Ja, in de eerste helft had ik er al twee moeten maken. Hey, je moet even daar. Oké, een foto. Kom zo terug. 3, 2, 1. Ja, nou, wat ik net al zei, de eerste helft had ik er inderdaad al wel twee kunnen maken. Maar ja, uiteindelijk als je... tweede helft nog twee maakt en je wint die met 1-4 en je bent kampioen, dan wat boeit het ook. Ja, maakt niet uit. Ik zie achter jou Ruud Jalving, die werd even ge-Jonas, maar hoe belangrijk is hij? Nou, ik denk heel belangrijk. We hebben gewoon, hij heeft één plan en dat hebben we vanaf begin af aan uitgevoerd. En steeds meer gedetailleerd. En zo zie je, je bent nu 24 wedstrijden volgens mij ongeslagen. En dan zie je ook wat dat kan doen. En we hebben altijd vanuit onze eigen kracht gespeeld. Nooit natuurlijk analyseer je tegenstanders, maar nooit iets aangepast omdat hun iets anders deden. We hebben altijd ons eigen spel gespeeld en daar komt dit uit. Ja, maar wat is dan de kracht? Kan je dit in een paar zinnen uitleggen van ACV? Nou, zoals je ziet, wij zijn echt een hecht team. Tuurlijk, toen ik hier kwam, ik kende al wel een paar jongens. Maar dat het zo zou zijn, dat ga ik denk ik niet zo snel ergens anders meer vinden. En, dat is echt geweldig. We zijn echt één team, één taak. En dan zie je wat dat doet. Ja, jij blijft volgend seizoen. Er gaan ook twee weg. Dus zullen ze spijt hebben. Ja, of ze spijt hebben, dat weet ik niet. Eén kom je weer tegen. Ja, dat sowieso. Stijn Strijker. Ik hoop dat hij het goed doet daar. Hem alle geluk gewenst daarbij. En we zullen elkaar nog tegenkomen op het veld. En hopen dat we hun... ook de balans kunnen geven. Ja, tweede divisie, hè? Dat is interessant. Maar heb je enig idee of je daar een rol van betekenis kunt spelen? Nou, ik heb heel eerlijk gezegd, heb ik niet echt op die competitie gelet. Ook dit jaar niet. Ik weet het niet. ik weet het niet, maar ik denk hoe wij, we hebben zoveel potentie, jonge spelers. Ik denk dat wij gewoon daar ook nog wel een rol van betekenis kunnen spelen. Nou ja, geniet in ieder geval vandaag en van wat komen gaat, want ik denk dat het leuk gaat worden. Ja, dat denk ik, dat weet ik wel zeker, ja. Luca, jij bent altijd heel rustig, hè? Toch? Ik hou van een beetje overzicht en ik kijk allemaal hoe iedereen beleeft. En hoe doen ze het? Tot nu toe? Na het laatste fluitsignaal? Heel goed, heel goed. Heel goed. Ik dacht direct eigenlijk al dat het beslist was. Want ze... Het was ook beslist. Ik snap er helemaal niks van. Jullie gingen heel lang wachten, maar het was 1-2. Ze moesten twee maken in de blessuretijd. Ja, maar dat hebben we aangegeven. Als het nog niet is afgefloten, dan wij zijn heel nuchter daarin. Dus nee, dat was juist mooi even met z'n allen beleven. En volgens mij was het fluitsignaal nog net niet gegeven. We stonden al met onze armen in de lucht, dus alleen maar goed. Ja, gewoon kampioen. Gewoon kampioen. Gek, hè? Hey. Is het gek? Nou ja, uiteindelijk niet. Van tevoren, als je het van tevoren zegt wel, maar wat seizoen hebben wij gehad dat, en dat het zo beloond wordt, dat is alleen maar terecht. Ja, waar ben je het meest trots op eigenlijk, als je even zo de laatste de wedstrijden laat passeren? 24 duels ongeslagen natuurlijk, hè? Veel gezegd ook, die ongeslagen reeks. Waar ben je het meest trots op? Ah, gewoon op de groep, hoe we met z'n allen hebben gedaan. En dat is makkelijk zeg maar, wij hebben het echt met z'n allen gedaan. Staf, mensen om de club heen en de hele selectie.
En ik denk, dan ben je ook op het sterkst. En dat is bij ons dit jaar echt heel bijzonder geweest. Het collectief, zo moet ik het zien? Het collectief. Ik denk dat ons echt heel sterk heeft gemaakt. Tuurlijk heeft iedereen kwaliteit, maar als team moet je dat laten zien. Dat hebben we gedaan. Ja, toch moet je een paar uitlichten. Zwickstra, die heel moeizaam aan het seizoen begon. Steeds beter en beter werd. Strijker, 11 gele kaarten. Maar ja, ook belangrijk. En de buitenspelers. En wat denk je van die twee backs, hè? Met name Sopakua. Iedereen heeft zich eigenlijk ook ontwikkeld dit seizoen. Ja, nee, zeker. Dus dat is ook een compliment naar de staf, maar ook naar ons als team, dat wij gewoon keihard trainen. En wat je zegt, je haalt er een paar jongens uit. Als je dan de Wielink op de bank kunt houden, een heel jaar bijna, dat is ook bijzonder. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk pech gehad met blessures, maar inderdaad, dat wordt zo goed opgevangen. En zo'n jongen heeft zoveel kwaliteit en die zit op de bank. Maar hij accepteert dat ook en geeft alles als hij erin komt. Dus dat is heel bijzonder. Je gaat straks volgens mij op een open bus door Assen. Dat is ook leuk. Ja, ik weet het allemaal niet. Ik ging vanuit de GVV won. Dus ik had dit eigenlijk ook allemaal nog niet bedacht. Dus wat je zegt, heel nuchter erin. En wordt één groot feest. Geniet ervan. Dankjewel. I was crying because I'm so happy because of the joy. And I remember the last time when I celebrate something like that. It was in Ukraine. And I remembered some my friends. So I hope that I'm so happy with to be champion, and I hope that as soon as possible everything will be okay, and I can see again my friends there and my family. So it's a mix of joy. Yeah, it's a mixed feeling. Yeah. Yeah, it's a mixed feeling. So I'm so happy, to be honest, and it was our objective to be champion this year. We trained so hard, and I think we deserve it. I'm so happy, and I dedicate this cup to my family and my wife for sure. I tell them that I love you so much, and thank you for your support, and may God thank you so much for everything. Yeah. Thank you so much. Niels van Harte, je gaat zeker weg, hè? Je twijfelt. Nou ja, daar kan ik helaas nog geen antwoord op geven. Maar het is duidelijk dat je twijfelt. Ja, zeker. Zeker. Het is mooi, hè? Zeker, ja. Dat je twijfelt met zo'n mooie prestatie, dat is zeker logisch ook. En omdat je, denk ik ook voor je gevoel, beter en beter weer begint te worden. Je hebt ook veel blessures gekend. Ja, we zien weer een beetje de geving die we willen zien. Ja, daar ben ik zelf ook heel blij mee. Ik heb bijna elke wedstrijd gespeeld dit seizoen. Niet altijd of geen 90 minuten, maar... Ook wel eens tot ergernis dat je na een uur naar de kant moest? Dat is het ding van de trainer, hè? Dus daar heb ik niks mee. Oké, maar dan mag je van balen. Zeker, zeker. En dat heb je gedaan. Ik dacht vandaag ook nog even, omdat je best wel vaak naar je been greep, gaat hij weer zo vroeg naar de kant? Ja, ik had wel langer doorgekund, hoor, maar ik had even een stunt op momentje daar, tweede helft. Schoot ik hier achter bij iemand op de hak. Ja, jij wou nog een penalty daarvoor? Nee, zeker niet. Nee, dat was mijn eigen fout. Maar goed, wat maakt het uit? Je pakt de titel, je hebt een goed seizoen gehad en ook als team, hè? Zeker, zeker. Deze teamprestatie is abnormaal. Wat staat jullie te wachten vanavond? Ja, wat niet eigenlijk. Ik laat allemaal op me afkomen en ik zie het wel. Ik weet niet wat de supporters voor hebben bereid als we terugkomen in Assen straks. En, in ieder geval de bus op, begreep ik. Ja, dat zeker. Dat is leuk, door Assen. Ja, nou, ik weet daar niks van, hoor, maar dit is ook de eerste keer voor mij natuurlijk, helemaal. Ja, oké, nog één ding wil ik weten. Waar ga je nou over nadenken dan de komende tijd? Want wat wordt dan de afweging? Ja, het is een hecht team zoals je ziet. We zien elkaar niet alleen tijdens de trainingen, maar ook na de training en op feestjes. En allerlei dingen doen we met elkaar. Dus het is gewoon een hecht team en wil je er nu nog één keer voor gaan? Ook met de afweging dat Meppen degradeert natuurlijk, waarschijnlijk. Ik weet niet, die spelen vanavond. Dus ja, het is maar even kijken van hoe en wat. Het kan zomaar zijn dat we jou na de zomer terugzien. Heel misschien wel. Gefeliciteerd in ieder geval. Ja, dankjewel. Maar ik ben naar één ding heel benieuwd, want dat wil iedereen weten. Heeft ACV iets te zoeken in de tweede divisie? Ik heb al heel veel over dingen nagedacht, Niels, hoe we kampioen zouden kunnen worden. Maar ik heb er nog niet over nagedacht of we iets in de tweede divisie te hebben zoeken. Maar dat vind ik totaal ook niet relevant vandaag. Als je me nu heel snel vraagt, denk ik, ja, proberen wij op dezelfde voet door te gaan qua spelidee. En dan zien we wel waar dat toe leidt. Weet je? En, maar ik vind het een enorme uitdaging om daarin te spelen op het hoogste amateurniveau in Nederland. Ja, geweldig voor de club. Ja,
Ja, nog één ding wil ik tegen je zeggen. Greving twijfelt. Die kan je nog overhalen in de bus, zou ik zeggen. Even een goed gesprek en hij blijft. Ja, ik ben ook gewoon heel blij, Niels, en dankbaar dat je ook deze dingen gewoon regelt voor ons. Dat ben ik. Met Greving. Maar dan is het vandaag wel de dag... Ja, precies, ik zeg, doe nou zaken. Om dat te doen, ja. Nou, ik hou me daar even buiten, maar hij heeft vandaag wel weer laten zien dat hij enorm van waarde kan zijn voor ons.